die hele discussie over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Het plan had aan de burgerij gewoon uitgelegd kunnen worden. Het is geen onredelijk plan. En nu wordt de discussie gevoerd op grond van irrationele overwegingen. Als deze maatregelen niet doorgevoerd zullen worden, zal in ieder geval de betalingsproblematiek, de wanbetalers, die zullen blijven bestaan. En dat is gewoon erg vervelend. Voor de zorgverzekeraars en voor de mensen die toch vaak al een zware schuldenlast met zich meetorsen. Hoe groot is die problematiek? Die is de laatste jaren sterk toegenomen. Het is niet zo dat we in Nederland nog heel veel onverzekerde mensen hebben als het gaat om verzekeringen voor de kosten van basiszorg. Maar als het gaat om mensen die verzekerd zijn, zien wij dat dus in toenemende mate die problematiek van de wanbetaling toeneemt. Dus wij zien dat zorgverzekeraars afspraken moeten maken met mensen die maandelijks hun zorglasten niet meer kunnen opbrengen. En wij zien ook steeds grotere groepen onder de CVZ-regeling vallen. Dat wil zeggen dat dus het college voor zorgverzekeringen overgaat tot inhouding via de werkgever of via de uitkeringsinstanties. Een van de onderdelen in het regeerakkoord met betrekking tot de zorg die ongenoemd zijn gebleven, dat zijn de maatregelen die men overweegt om de medisch specialisten in de loondienst te krijgen. Wat men zal doen is de fiscale voordelen van het vrijgevestigd medisch specialist zijn, die een beetje weg proberen te nemen. Het is natuurlijk zo dat het voor medisch specialisten die vrijgevestigd zijn heel erg aantrekkelijk is om zoveel mogelijk productie te maken. Zelfs meer productie dan medisch gezien noodzakelijk is. Een van de manieren om de kostenexplosie in de medisch specialistische zorg ongedaan te maken is ervoor te zorgen dat die prikkel weggenomen wordt. Nou, het is heel erg moeilijk voor de overheid om te verordeneren dat vrijgevestigde medisch specialisten, ondernemers tenslotte, een dienstverband aangaan met hun ziekenhuizen. Dat kun je als overheid natuurlijk niet maken. Maar als je weet dat de meeste vrijgevestigde medisch specialisten vrijgevestigd zijn en ondernemer zijn vanwege de fiscale voordelen, kun je op die manier op een heel erg aantrekkelijke wijze en een vrij pijnloze wijze bewerkstelligen dat diezelfde vrijgevestigde medisch specialisten de arbeidsovereenkomst opzoeken. Vreemd dat de VVD dit geaccepteerd heeft. Zeg dat wel. Ook rondom de plannen van de AWBZ zijn er veranderingen op komst. Ja, de AWBZ lijkt een beetje te worden uitgekleed in die zin dat de werkelijke zorgbehoeftigen, dus de mensen die echt geïnstitutionaliseerd moeten worden, dat die nog wel in de AWBZ zullen blijven. Maar de mensen die wat minder zorg nodig hebben, dat zal in de toekomst georganiseerd gaan worden onder de wet maatschappelijke ondersteuning. En dat zal worden gaan aangeboden door de gemeenten. En het is natuurlijk zo dat gemeenten verschillend beleid zullen ontwikkelen met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. En ook zal niet elke gemeente dezelfde mogelijkheden hebben om dat voor hun ingezetenen te doen. Dus wat we zullen zien is dat waar nu AWBZ-zorg in heel Nederland voor iedereen gelijk is, het is een recht, het is een aanspraak, wij zullen in de toekomst grote verschillen gaan zien tussen gemeenten. En het is een beetje de vraag in hoeverre Nederlanders kunnen omgaan met die ongelijkheid. Dat je in Capelle aan de IJssel die maatschappelijke ondersteuning vindt als ouderen, terwijl je in Rotterdam heel andere ondersteuning zult kunnen krijgen. Er zit vaak maar 100 meter tussen. Het is een beetje de vraag hoe Nederland daarmee zal omgaan. Dat voor hele grote groepen mensen de zorg in heel verschillende delen van het land anders georganiseerd zal worden. Bovendien is het ook niet zo dat gemeenten nu instanties zijn die onmiddellijk deskundigheid hebben op die terreinen. Dat zal geen gemakkelijke operatie zijn.